we hebben onder andere een enquête gehouden onder de studenten die meededen aan die twee vakken. En er kwamen een aantal interessante dingen uit. En het eerste was toch wel dat ze vooral heel erg enthousiast en positief waren over de mogelijkheden die Learning Analytics voor hun kon bieden. En dan met name over het vergelijking tussen hoe zij het nou doen ten opzichte van die groep. En eventueel pointers en feedback te krijgen over hoe zij nou anders zouden kunnen studeren of welke leermiddelen ze nou bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken. Daarnaast gaven ze ook aan dat er toch ook wel zorgen waren. En met name dat ze niet de controle zouden hebben over waar die informatie naartoe zou gaan. Door met Learning Analytics te kijken, kan de docent op het moment dat het vaak loopt, zien waar studenten mee zitten. Het idee van vak voor vak was om eigenlijk bestaande informatie die verborgen ligt in IT-systemen over de kwaliteit van het onderwijs, de voortgang van het onderwijs, op een makkelijke manier beschikbaar te maken voor studiecoördinatoren en onderwijsmanagers binnen een opleiding. Met die kleine pilots die we nu gedaan hebben, bleek gelijk al dat er binnen onze organisatie enorm enthousiast gereageerd werd. Wat ik een hele belangrijke les ook daarbij vond, is dat introductie van Learning Analytics in het onderwijs echt een heel groot punt van aandacht is. Dus dat moet je heel zorgvuldig doen. Dat kun je niet zomaar neerleggen van dit presenteren we en doe daar iets mee. Maar besteed echt aandacht aan ook de didactische waarde die dat kan hebben. We really believe that it's a good time to focus on the development of these practical tools, which would be used by many students at many universities, and it would help educational management as well.